daar is toen uitgekomen dat ik inderdaad dyslexie heb. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik wil het vandaag hebben over dyslexie. Ik heb namelijk dyslexie en ik kreeg laatst een persbericht van Hoi Foundation. Stel je voor, ik moet elke dag op school iets doen waar ik niet goed in ben. Lezen, schrijven en rekenen. En dat vind ik echt heel moeilijk, want mijn hersenen werken anders. Ik ben dyslectisch. Dyslexie is geen probleem, maar een kans. Ik zal eerst even vertellen hoe het eigenlijk een beetje ik erachter ben gekomen. Op de basisschool werd ik al heel erg vaak achter de computer gezet. Omdat ze vonden dat ik me niet zo goed kon concentreren. En het typen ging beter dan het schrijven. Maar het was pas omdat ik op de middelbare school tijdens mijn Engelse les zag de leraar dat ik echt woorden omdraaide. En soms van bijvoorbeeld een B een D maakte en dat soort dingen. En toen ben ik naar een soort centrum gegaan waar je dan getest wordt. En daar maak je geloof ik een hele middag allerlei soorten toetsjes. En daar is toen uitgekomen dat ik inderdaad dyslexie heb. Maar verder heb ik eigenlijk weinig last van ondervonden. Maar dat komt ook omdat ik zat toen op het IFCO. Dat is individueel voortgezet kunstzinnig onderwijs. En het is ook nog Montessori. En in die tijd werden de examens niet schriftelijk afgenomen. Ja, dingen die met schrijven te maken hebben zijn wel iets moeilijker voor mij dan normaal. Want ja, ik kan natuurlijk niet vergelijken met een ander, maar ik merk wel dat als ik heel even ook maar iets aan het schrijven ben, al is maar één zinnetje en iemand anders roept mij of zegt iets tegen mij, dan is dat zinnetje al meteen helemaal fout, omdat ik er zo erg over na moet denken. Daarom ben ik ook met YouTube, met vloggen, nu echt doorgegaan, want dit is video en hierbij kan ik gewoon in één keer een heel verhaal vertellen, zoals nu. Dan als ik dat was gaan schrijven, dan was ik nu echt 3 dagen verder voordat ik dit stukje had kunnen publiceren. En met een video kan ik het gewoon meteen publiceren. Dus daarom vond ik het zo leuk om hier wat over te vertellen, over mijn eigen ervaring met dyslexie. Omdat ik toch laat zien in jullie, er zijn ook andere manieren wanneer het niet helemaal lekker gaat met schrijven, om jezelf eigenlijk te uiten. En schrijven en lezen is natuurlijk maar een heel klein gedeelte daarvan. En gebruik vooral die rechter hersenhelft, die bij ons dus iets groter is dan de linker. Gebruik die gewoon vooral voor leuke, creatieve, ondernemende dingen. En waarschijnlijk is die kant zo doorontwikkeld op een gegeven moment dat hij extra creatief is. En met creatief zijn bedenk je ook snelle oplossingen voor dingen. En dus ook om het schrijven te omzeilen, zoals ik nu doe met de video's. Ja, het is niet zo dat ik niet kan schrijven hoor. Ik kan prima gewoon een goed stuk schrijven. Ik heb zelfs een heel boek geschreven. Maar als je ziet hoeveel controles daar overheen moeten gaan. En nog steeds heb ik wel eens een berichtje van iemand gekregen dat er een foutje in staat. Maar ja, goed, so be it, weet je. Alsof er nergens fouten gemaakt mogen worden. Ik vind het geen probleem hoor, om ergens een keer een foutje te ontdekken. Ja! Ik denk dat die mensen die daar zo op gefocust zijn, dat ze een foutje ergens zien en dat meteen moeten melden, dat die toch wel een soort self-issue hebben, dat ze dat zo graag moeten laten zien, dat ze een foutje hebben ontdekt. Want niemand is perfect. Wij ook niet, jij ook niet. Nobody is perfect. No. Ik accepteer mezelf zoals ik ben, dus ik hoop dat jullie dat ook doen. Ja, accepteren dat je extra concentratie nodig hebt. Dus zorgen dat wanneer je gaat schrijven, daar extra de tijd voor neemt en de rust voor neemt. En dus gewoon lekker je creativiteit blijven ontwikkelen. Kijk zeker even op de hoi-foundation.nl als je meer wilt weten over dyslexie. En dat was het. Dankjewel. En mocht je nou meer over mij willen zien, ik heb elke door de weekse dag een vlog op mijn kanaal. Dus abonneer je zeker even hier en hier bij andere video's. Dankjewel. Doei!